Zo, lieve YouTube-kijkers, een hele goede zondagmorgen bij de Stofjes. Zondagmorgenpraat. Oh, ik dacht van lekker vroeg beginnen, 8 uur, nog veel te warm. Het is nu een half uur later, het is al 23 graden vanmorgen, toen ik wegreed was het al 21,5 graden. Het was eigenlijk alweer te warm, maar ja, dan wil ik toch gaan lopen. Maar ja, heb ik wel wat voor moeten laten. Want ik heb maar 3 rondjes gedaan. Veel te warm. Veel te warm. Dus, en je moet natuurlijk ook een beetje aan je lichaam denken. Dus ik heb ervoor gekozen om me niet over de klip heen te jagen. Gewoon lekker 3. Oh. 3 rondjes. En dat dus. Wel ga ik nou naar de fitness, want dat wil ik wel doen. En daar is een airco. Hebben ze gelukkig niet helemaal vol open staan, maar gewoon dat het net even wat koeler is dan buiten. En dan ga ik nu even wat oefeningen doen. Dus ik ben er niet helemaal klaar. Ik ga zo beginnen. Even opnieuw een paar oefeningetjes doen. Dus in de hoop dat het nou weer mag lukken met het afvallen. Oké, gisteren wel een beetje gebarbecue, maar een klein beetje in de gaten houden met de sausjes. Niet te veel saus gebruikt. Eet ook niet te vet. Misschien vanmiddag weer even, want dan hadden we wat over. Behoorlijk wat over, hadden ik weer te veel ingekocht, schoonlijk. Ja, dat doet volgens mij iedereen. Als iedereen, ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die gaan inkopen die echt helemaal precies dat pakken. Of ze moeten altijd hetzelfde doen. Dat ze beginnen te weten van oké, nou we eten dat, dat en dat en dat. En dat gaat gewoon op en dat is gewoon klaar. En dan doen ze iedere keer hetzelfde. Ja, ik wil ook een beetje veranderingen doen. Dan andere vlees proberen, andere dingen proberen. Dus dat. Ik had gisteren bijvoorbeeld kippendij filetjes erop gelegd, een beetje magertjes, maar ja, weet je, dat is wennen, dat is best wel behoorlijk vlees, dik, en ja, dan moet je wel weten hoe je dat op de barbecue maakt, maar het was goed gegaan, het was lekker, goed gekruid, dus hoppa. Die kon er makkelijk vanaf, maar dat is dan ook weer het volgende, omdat dat natuurlijk best wel een groot of een fors stuk vlees is, daar kun je natuurlijk het andere vlees niet kwijt. En vroeger kon ik eigenlijk best wel bunkeren, maar dat is echt verleden tijd. Dat kan ik echt niet meer. Vroeger zat er maar een bord neer, ik vreet gewoon leeg. Dat was niet normaal. Als ik daar nou aan terugdenk, dan is het eigenlijk ongehoord dat ik dat kon. Ik weet niet. Na verloop van tijd, op het moment dat je dus wat minder gaat eten, gaat je maag daar natuurlijk ook een beetje naast staan. Dus zit je eerder vol en heb je ook niet de neiging om door te gaan eten. Dus dat is dan wel de grens die je dan moet gaan zoeken. En dat je dan niet iedere keer weer over die grens gaat, want dan krijg je het volgende. Dan gaat die grens, die wordt weer verlegd en dan kun je weer blijven eten. Ja, dat wil ik dus niet. Dat kan natuurlijk niet meer. Dat is niet meer nodig. Niet meer nodig. Zo, gaan we weer bij de fitness. Even een rondje doen. Kijken of er überhaupt mensen zijn die fitness zijn, natuurlijk. Het kan zijn dat door het warme weer, dat er natuurlijk minder mensen daarheen gaan, ja, als ze dan vroeg gaan. Net als ik. Zo te zien is wel iemand binnen. Nou ja, goed. Ik ga dan in ieder geval afsluiten. Dan zou ik in ieder geval zeggen, blauw duimpje omhoog. En even abonneren op dit kanaal.
En dan. Even goed tussen de lijntjes kleuren. Appata. Zo, want dat hoort. Dat vind ik wel zo netjes. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Zie je volgende week weer terug. Ik zeg ciao.